Hallo mensen, het is vandaag Nationale Bunkerdag. Dus ik dacht, het is een goede reden om eens een keer op pad te gaan met Dennis. En om naar het Atlantikwal Museum te gaan. We gaan een paar bunkers bezoeken. De bunker 608 en de bunker 622 schijnen open te zijn. Ik heb een afspraak met Sjaak Hogedoorn. Ga je mee? In de oorlog was dit het commandocentrum van wat de Nederlanders noemden de vesting Scheveningen. De Duitsers noemden dit in de oorlog stutspuntgroepen Scheveningen. Nou, we beginnen eigenlijk altijd de rondleiding met 1 september 1939. De Duitsers vallen Polen aan en dat wordt internationaal gezien als het begin van de Tweede Wereldoorlog. Nou, het gevolg van die aanval op Polen was dat na een ultimatum Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog verklaren. En het begin van de Tweede Wereldoorlog, nou, dat was het begin, maar zeker niet het einde. Wat is dat? Nou ja, als je dus als aanvaller kwam, dan werd je eerst getrakteerd op het machinegeweer. Was je daar voorbij, dan heb je hier de nabijverdediging. Hierachter kon ook een soldaat staan met een geweer of een machinepistool. En die kon dan je ook beschieten. Dus je werd al de tweede keer onder vuur genomen. Je ziet hier dat hout, dat hebben wij teruggebracht. Dat is eigenlijk bedoeld om een ricochet, of het weer kaatsen, van eventuele aanvallen te voorkomen. Het complex stond uit 10 bunkers van deze kant van de weg, 4 aan de overkant. 14 in totaal. Je kijkt naar deze bunkers, zie je de letters S en T erop staan. Dat betekent dat dit een zware bunker is. Het betekent letterlijk stendige uitbouw in staalbeton. Normaal gesproken muur van 2 meter dik, dak van 2 meter dik. Hier is het dak. Deze bunker ligt boven het maaiveld. Deze bunker heeft een muur van 3 meter beton. De bunker heeft 3 ingangen. Ingang voor de soldaten, daar zo. Ingang voor eventueel bezoek, want daar is een deurbel naast. Een derde ingang is naar een open observatiepost. Daar zat een machinegeweer in, MG42. Vuursnelheid 1300 kogels per minuut. Panzerdeur, gewicht 650 kilo. Zo'n kleine 3 centimeter staal. En die was dan wel bestemd tegen de meeste aanvallen. In 2 delen aangevuurd. Stel je voor dat er puin ligt voor het onderste deel. Dan kan je toch via het bovenste deel de bunker verlaten. Nou, in december 1941 komt het Duitse opperbevel bijeen. Het gaat nu slecht in het oosten. En ze zijn heel bang voor een oorlog op 2 fronten. Dan besluiten ze het oprichten van een verdedigingslinie. Van het noordelijkste puntje van Noorwegen tot aan Spanje. Over de kust gemeten 5000 kilometer. Is van de slag om Den Haag. In de meidagen zijn er zo'n 4000 Duitse parachutisten neergelaten. Met als opdracht de koningin en de regering gevangen te nemen. Nou, dat resulteerde in de slag om Ypenburg. Die hebben de Duitsers verloren. Er zijn zo'n 1200 Duitsers gevangen genomen. En ook naar Groot-Brittannië gedeporteerd of weggevoerd. En voor hun was het een hele korte oorlog. We werden toen ook geholpen door de Engelse luchtmacht. Je ziet hier een Engels luchtmachtuniform. Daar zie je de bommenwerper die ons te hulp kwam. Een Bristolbrem, een MK4. Nou, die is daar neergeschoten. En die is dan in de modder terechtgekomen en die propeller is ons in bruiklijn gegeven. Waar is die neergeschoten? Bij Ypenburg? Ja, bij Ypenburg. En hij is zo langzamerhand bij Delft is die in een weiland terechtgekomen. Atlantic Wall suggereert een muur. Nou, dat was het niet. Het was een soort parelsnoer van kustbatterijen. Om de 10 tot 20 kilometer wilden ze eigenlijk een kustbatterij hebben. En daarnaast gingen ze in ieder land ook kijken hoe waarschijnlijk was het dat daar een invasie plaats zou vinden. Ik zie hier allemaal kolen. Ja, de bunker had centrale verwarming. Die zie je de centrale verwarmingsketel. Oh, toch centrale verwarming. Ja, deze bunker, een commando bunker, had centrale verwarming. 1 pijpsysteem, gestookt met kolen en gewoon radiatoren in de bunker. Deze is ook teruggebracht en gerestaureerd door een van onze vrijwilligers. Danny heeft dat gedaan. Gasdeur vanuit hier kon de bunker gasdicht gemaakt worden. Luchtdicht. Duitsers waren natuurlijk bang voor gasaanval. Ervaring Eerste Wereldoorlog. Nou, je kan het wel afsluiten luchtdicht, maar dan stik je nogal gauw. Dus daarom hadden ze hier een luchtzuiveringsinstallatie. Oh, dat is de luchtzuiveringsfilter. Dit zijn koolfilters. Nou, dan ging dan via het pijpsysteem weer terug de bunker in door de muren heen.
En dan werd de lucht gezuiverd en dan kon je dan toch ademhalen. De lucht werd aan de voorkant van de bunker ingezogen. Nou, ze wilden zo'n parelsnoer van kustbatterijen, Scheveningen waar we nu zijn. Daar zie je ook twee kustbatterijen. Batterij Noord en batterij Westduinen. En de Duitsers noemden ze dit een stutspuntgroepen. Nederlanders noemden dit de vesting Scheveningen. Normaal gesproken is zo'n vesting een soort halve cirkel. Hier zit er een rare puist aan. Want hier zat de bezettingsregering onder leiding van Rijkscommissaris Zeiss Inquar aan Klingendaal. Stutspoen Klingendaal heette dit ook. Het bestond uit een zeefront, die kustbatterijen, met daartussenin allerlei bunkers die dus bedoeld waren om het strand te verdedigen. Ja, in dit gebied wonen 140.000 burgers. Van die 140.000 moesten er 135.000 hun huis verlaten. Andere gebieden van Den Haag moesten ze naartoe, maar soms zo ver weg als de Duitse grens. Dit is de slaapplek van een aantal van de soldaten die de bewakers van de commandant. De meeste soldaten sliepen in aparte bunkers aan twee kanten. En in deze bunker was beperkte slaapplek voor die soldaten. De commandant en zijn adjudant sliepen hier wel. Maar ze hadden allemaal een eigen kast, zag ik. Een halve kast. Ja. En wat zaten ze nou? Ze zaten daar niet te stratego in. Nou, dit is een luchtverdedigingsspel. Het is wel een spelletje vanuit de oorlog. Ja, je moet wat doen, hè? Want het was natuurlijk. Het stond dus wel. Het is wel echt. Dit is een echt spel vanuit de oorlog. Dat is eigenlijk wat je hier ziet in deze bunker is. Ja, ik denk dat 98% is allemaal origineel en door ons teruggebracht. En die soldaten in die ruimte, hoe lang zaten ze hier dan? Nou, als je het een beetje beredeneert, dan zal het maximaal een jaar zijn geweest, omdat ze toch ook wel troepen rouleerden. Ja. In eerste instantie zaten hier wat betere troepen. Vanaf 1944 zie je dat ze die verplaatsen naar Normandië. En dan wordt het aangevuld door soms opleidingstroepen of soms wat oudere troepen. Enzovoort. Dus toen werden het toch wat minder en dan werden ze gerouleerd. Dus er werden ook wel eens troepen naar Scheveningen gestuurd. Die moesten dan uitrusten en die werden heruitgerust van de strijd in het oosten. Dat hij erin zit is bijzonder. Dit is ook een periscoop. Iedere ST-bunker had eigenlijk bijna wel een periscoop. Het voordeel van een periscoop is dat je naar buiten kan kijken of het veilig is, zonder dat er gelijk door je kop geschoten wordt. Ja. Dit zat in de bunker, dat zat er weer bovenop en dat zat daar weer bovenop. Nou, dus twee spiegeltjes, 45 graden en je kan dus met natuurlijk licht naar buiten kijken. Nou, je ziet hier dat mensen die waarderen we ook altijd, die vinden vaak iets van opa op zolder. Dat schenken ze jullie? Ja, dat schenken ze. Want ja, heel moeilijk is het voor ons om dingen in bruiklijn te nemen. Want dan heb je weer, dit is van Pietje, dat is van Jantje. Dus het wordt in principe altijd geschonken. Ja. Of het moet heel bijzonder zijn, dan willen we daar wel iets voor regelen. Maar, ja, je ziet dat hier we alles origineel hebben. Als je ziet dat de klemmen daar zijn van bakkeliet en niet van plastic. De schakelaars zijn van bakkeliet. De bedrading zelf, dat mag niet. Maar wat dat betreft proberen we echt super origineel te zijn. En een stukje educatie zie ik. Ja, dat zijn een aantal schermpjes die zijn geschonken door het gemeentelijk museum van Rotterdam. Dus die zijn nu weer in gebruik. En die geven dan wat filmen. Van de Den Haag in de oorlog tot aan het proces in Nuremberg worden daar filmpjes van getoond. Dit was in de oorlog de slaapplek van de adjudant. Die is nu ingericht als vitrine. En hiernaast had je de slaapplek van de commandant. Ja. Nou, de commandant kan je hier zien. Dat was Erwin Choppe. Dat was een Oberführer van de Waffen-SS. En dat was de commandant hier tot en met 1944. Dus dat was zijn slaapplek. Nou, je ziet een bureautje, een kast en een bed. Ja, een typemachine en zijn lito van de Führer boven zijn bed. Je ziet hier twee uniformen. Een uniform van iemand van een velddivisie. Ja. Luftwaffe velddivisie. Luftwaffe velddivisie die de 16e heeft gelegen in Scheveningen. Nou, je ziet hem in complete uitrusting. Ook allemaal origineel. Je ziet hier een Canadees. Die houdt in zijn hand een geallieerd wapen. Een Lee Enfield. Ja, een bajonet eraan. Het ziet er ook wel heel modern uit, zeg. Ja, dit is iets bijzonders. Dat is een lichtsprekgereed. Wat doet hij? Dus kan je tot 2 tot 4 kilometer gebruiken. Hij zet spraak om via die decoder in lichtpulsen. En aan de andere kant worden lichtpulsen weer omgezet in spraak. Dus over een korte afstand kon je met elkaar praten via licht.
Zonder dat dat even afgeluisterd kon worden. Want dat was het grote probleem, hè? De vijand laat het mee, zie ik overal. Ja, dat was het grote probleem en dat kon in dit geval niet. Het is trouwens een Engelse uitvinding, Schotse trouwens, van Graham Bell. Nee. En dit had wel een noodtoilet als je onder vuur lag. Dat noemen ze een trokkentoilet. En dan een closet, trokkentoilet. En dan kon je er dus zo op zitten. En dan, ja, dan was dat eigenlijk wel luchtdicht af te sluiten. Maar ja, dat was ook wel nodig. En kijk, daar ligt ook het resultaat ligt erin. Ja, als commandant heb je natuurlijk behoefte aan communicatie. Dus daarom zie je dat in de ruimte hiernaast is een telefooncentrale en een vonkruim, een zendruimte. Dus kon hij met deze twee middelen kon hij het hele gebied, die 3400 man, besturen. In de ruimte zie je ook drie vitrines. De eerste vitrine is van de krijgsmarine. De middelste vitrine is het dagelijks leven. Nou, dan zie je bonnen, alles was natuurlijk op de bon. Je ziet daar een fotoboekje. Nou, de Duitsers hadden vaak een camera bij zich en maakten dan foto's van hun verblijf. En dit fotoboekje is van Scheveningen. En dat is natuurlijk bijzonder, want je vindt ze vaak, maar vaak niet van Scheveningen. Nou, je ziet aan de andere kant zie je natuurlijk een soort fotocoppelage. Dat is al het leven in de bunker geschoten door Duitse soldaten. Daarnaast zie je een tweetal schilderijen van het bombardement op het Bezuidenhout. Wat natuurlijk 3 maart 1945 plaatsvond en waar zo'n 520 burgers zijn gestorven. Mijn moeder heeft het overleefd, niet geraakt. Dan heeft ze geluk gehad, denk ik. Ja. En hier woonde mijn moeder, hier. Dat is ook overeind gebleven, die huizen. Wat is dit nou precies? Dit is gewoon een telefoon in de bunker om de communicatie. Ja, er staat dan een originele telefoon en er staat dan op, let op, de vijand luistert mee. Een spraakhoor, dat betekent dat is een buis. Die zat dus naar die observatiepost, over een beobachter, observatiepost. Hier zat normaal gesproken een membraan op. Dat is ook aan de andere kant zo. Dus dan ging dat, dus je praatte tegen dat membraan, dat ging trillen. Andere membraan ging ook trillen. Eigenlijk net als twee blikjes met een touwtje kan je dan communiceren. En dat zorgde ervoor dat het gas dicht bleef. En er is ook nog een klein bunkertje waar de Duitsers dan, dat moet hier naar mens toch, hè? Allemachtig, ja, dat is gewoon poepdozen. Kijk, daar zit er gewoon iemand. Zit er gewoon te poepen of te plassen. Dat kan natuurlijk ook, maar ja, dan ga je staan, denk ik dan. Maar ja, misschien deze dat één druk door, ik weet het niet. Ja, kijk, niet echt vrolijk, maar wel met toiletpapier, heel netjes. Dit is een manschappenbunker, een Duits genoemd Lübeck Ruppen te komen. Toen wij in 2012 deze erbij betrokken bij het museum, hebben we eerst een klein inspectiegaartje gemaakt. En dan tref je eigenlijk deze ruimte aan, hè? Helemaal leeg. Niks erin, een beetje water op de grond, maar voor de rest helemaal leeg. Nou, toen is er eigenlijk met een shovel is er één dag beton weggehaald voor die bunker. Ja. Nou, in die ene dag hebben ze 80.000 kilo puin daar weggehaald. Daarna hebben wij de rest met de hand gedaan en met de hand hebben wij 100.000 kilo puin hier weggehaald. Ja. Deze muur hebben wij gemaakt als vrijwilligers. Ja. In deze muur zitten 3000 stoeptegels. Zo. Gerecyclede stoeptegels. Dus die moet je wel eerst schoonmaken voor je ze kan metselen. Ja, ik begrijp het. Ja. Dit is een ruimte die wordt normaal gesproken gebruikt voor kinderen, scholen. Krijgen ze een educatie, een programma te zien. Onder andere deze film krijgen ze te zien, Atlantic Wall. En die vertelt vanuit het oogpunt van een kind hoe die de oorlog beleeft. Wat je hier ziet in de bunker voor de rest zijn vondsten in bunkers. Ja. Nou ja, de Nederlanders haalden de bunkers leeg na de oorlog. Wat overbleef is rommel. Je ziet daar ook wat lege inktpotjes. En patronen, je ziet daar gebroken bordjes, gebroken telefoons. Dat geweer was vergeten en is verroest in de grond, teruggevonden door een van onze vrijwilligers. Maquette van een luchtafweer, wat gestaan heeft in de Westduinen. De bordjes daarvoor zijn weer teruggevonden en laatst geschonken door de EOD. En dat zijn de originele bordjes die hoorden bij dat luchtafweer geschud. En je kan still remains of the bunkers. En they were big ones, 88 millimeters, but also small ones, 2 centimeter guns, a feeling flak, dus 4 guns firing
rapid fire, and they have machine guns for the lower flying planes. Nou, hiernaast zie je de andere ruimte. Nou, die is wel origineel ingericht, zoals het in de oorlog was. Je ziet daar 6 bedden. In de oorlog was natuurlijk dat voorste stuk ook in gebruik. Er waren er 3 rijen van bedden, dus in totaal 9 manschappen. Voor het schietgat was het bed van de onderofficier. En er waren er dus 10 man in die ruimte. Dus gespiegeld aan deze kant ook 10 man. Dus dan had je in totaal 20 man die konden slapen in deze bunker. Nou, je ziet tafels, die waren om te eten. Je ziet een bunkerkacheltje, werd ook gestookt met kolen voor de hitte. En bijzonder natuurlijk aan deze bunker is de nooduitgang. Als je daarin kijkt, zie je stalen balken. Nou, die moesten ze eerst verwijderen, daarna moesten ze de muur intikken. En de hele koker naar de oppervlakte is gevuld met zand of grind. Dus dat moest je ook allemaal uitgraven voordat je eruit was. Het is ongelooflijk dat dat allemaal gebeurd is, maar ruim 70 jaar geleden. Tjoh. Thank you.